trek je het allemaal nog een beetje bij mij in huis, in één huis? Ik denk dat je zit te mouwen. Er is hier altijd iemand heel ongeduldig. Hè, Charlie? Hij is een beetje een flux, jongens. Okay, na een half uur tikkertje te hebben gespeeld, hebben we nu een ander leuk spel verzonnen voor in de tuin. Slalommen. Kijk je mee, Snoezie. En jullie ook. En Barry ook. Ja. En het is weer tijd voor een nieuwe weekvlog. Leuk dat je kijkt deze week weer. Vorige week zijn we natuurlijk een weekje tussenuit geweest. Maar deze week zijn we er weer en ik ga jullie meenemen in nog gewoon een week thuis. Ja, dat is wat het is. En ik ga jullie laten zien hoe dat bij ons gaat. Zo, lekker shaky mee. Outfitje vandaag trouwens. Blazer is van Zara. Shirtje is van Chiquelle. Broek is Nike. En de schoenen zijn van Adidas. Deze gaan nog lekker eten en tot straks. Doei, Ed. Herkende blauwe smurf in zijn badjas. Ed is over 2 dagen jarig. Ik had eigenlijk voor hem gewoon een nieuwe badjas moeten kopen. Dat heb ik niet gedaan. Zo, ik ben blij dat ik weer een vlog voor jullie op kan nemen. Ik wou zeggen een leuke vlog, maar dat is natuurlijk altijd nog maar de vraag. Vorige week voelde het gewoon even niet goed. En ik had gewoon echt heel weinig tijd. We zijn vorige week begonnen met het Summer Body Program. En normaal gesproken heb ik dan altijd rondom die dagen wat extra oppas. Omdat die dagen altijd heel druk zijn voor ons. Maar nu was het niet zo. En dat betekende dat we eigenlijk de combinatie van werk en gezin gewoon echt heel lastig konden combineren. En ik dacht, als ik dan ook nog ga vloggen, dan wordt het nog meer. Dus ik kan beter even een weekje gewoon daarin wat meer rust brengen. En dan deze week gewoon met frisse moed lekker verder gaan. Het is nu wat rustiger. Dus ik heb ook weer wat meer ruimte. Ja, en verder zitten we natuurlijk nog steeds in de heftige coronacrisis. En gisteren heb ik s'avonds bij Jinek gezien dat de IC's nog steeds helemaal vol liggen. En dat ze mensen vanuit onze regio en ons ziekenhuis hier in de buurt aan het verplaatsen zijn naar andere ziekenhuizen in Nederland. Dus dat is nog steeds allemaal onwijs heftig en spannend. En het ene moment grijpt me dat heel erg aan. Het andere moment kan ik het ook wel redelijk even loslaten. Dat is ook hetgeen wat je ook wel moet af en toe. Want ja, anders dan wordt het wel heel erg lastig. Zo, ik ben weer lekker thuis. En het is nu... Ik ben lekker thuis. Je bent ook lekker thuis. Het is 2:30. Ik heb vanochtend gewoon heel chill gewerkt. Ik heb gesport. En nu ga ik lekker in het zonnetje zitten. Ik heb er net al heel even ingezeten. Maar ik wou dit even laten zien. Want wij hebben dus zo'n grote grondtweelingbox voor Bobby en Charlie. Een keer van iemand gehad die ook een tweeling heeft. Super lief. En... ja, die heeft Ed vandaag opgezet, zodat we het ietsje beter kunnen managen allemaal thuis. Want die twee gaan echt alle kanten op. En dat maakt het soms een beetje lastig. Vooral als je kijkt naar wat voor troep er allemaal ligt van ramen op de grond. Is het bijna niet bij te houden anders. Ja, ik wou even laten zien hoe gezellig het was. Dus vooralsnog, ja, het valt volgens mij best wel in de smaak. Ja, het is best leuk. Wat ook leuk is... is dit, jongens. Echt zo lekker. Zon schijnt. Dus we gaan lekker buiten zitten. Trek je het allemaal nog een beetje bij mij in huis? In één huis? Is dat een vraag? Ja. Ik vind het fantastisch. Leuk, hè? Het is toch mooi dat je in deze tijd met de mensen waar je het meest van houdt, dat je in zo'n dichtbij... ja, gewoon dichtbij ook even naar beneden. Zolang jullie zitten mouwen. Ik denk wel dat veel mensen wel, als je, ja, hoe zeg je dat? Ik denk als je al een beetje gezeik hebt en dat soort dingen in je relatie, dan is het wel echt nog meer een uitdaging. Nou, ik vraag me dus af of er nou over 9 maanden extra baby's geboren worden of dat er extra echtscheidingen zijn. Nou, bij ons in ieder geval niet. Allebei niet, toch? Nee, dat denk ik niet. Nee. Er is hier altijd iemand heel ongeduldig. Hè, Charlie? Hé, Charlie? Ja? Jeetje. Ik heb trouwens echt de ultieme tip voor als je baby's ongeduldig zijn met eten. Oh, Charlie is dus heel ongeduldig. En die gaat heel hard gillen. Maar als ik haar een lepel in de handen geef, dan blijft het dus bij een gilletje zoals net. Omdat ze dan iets in de handen heeft. Dus, ik dacht misschien heb je er iets aan. Bij ons werkt het. Oh nee, dat komt.
komt eigenlijk pas. Goedemorgen, het is vandaag donderdag. Maar echt super laat. Ik heb het heel relaxed gedaan. Kindje waren pas om 7 uur wakker vanochtend. En ik heb daarna lekker op de bank gezeten beneden. Flesje gegeven, koffie gedronken met Ed. Ramos lekker zijn yoghurt gegeven. Dus het is nu echt al iets van 8:50 of zo. Heel laat. Maar goed, het maakt op zich niet uit. Want nou, als het niet had gekund, had ik het niet gedaan. Maar nu lekker aan het of tenminste, lekker mijn gezicht even aan het wassen. Even opmaken. En dan ga ik zo meteen naar kantoor. Ik heb straks weer die virtuele koffiedate met de nieuwe mama dames. Dus dat is gezellig. Even koffie drinken en een beetje bijkletsen met z'n allen. En ja, verder heb ik het vandaag even niet zo heel druk. Goed vooruitgewerkt, dus dat is heel fijn. Lekker op tijd naar huis en overmiddag in de zon zitten. Dus ja, dat is het eigenlijk een beetje voor nu. We zijn gezellig met de watertafel aan het spelen. Deze heb ik vorig jaar gekocht bij Action. Dat is echt een heel leuk ding. Volgens mij hebben ze die nog steeds wel. Kijk, hier lekker mee spelen. En hier kunnen dan auto's of stuiterballen van een glijbaan of zo. Raam ziet er ook heel charmant uit. Met twee verschillende soorten pyjama's aan. Maar goed, we don't care eventjes nu. Ik kan ook hier in zitten. Oh ja. Ik kan deze. Voilà, een snelle maaltijd met de kipnuggets van gisteren. Ja. Gebakken aardappeltjes. En een mix van allerlei groenten. Kan ik het al eten? Of is die nog te warm? Maar jij zegt dus serieus dat die piekharen door je hormonen komen? Nee, dat komt door de zwangerschap. Want? Nou, omdat je dan heel veel extra haar krijgt en dan valt het aan de voorkant weer uit of zo. I don't know, maar dat hebben heel veel mensen. En ik had het vorige keer bij Ramos ook. En nu heb ik het keer twee. Dus je bent echt zo heel erg. Wie moet dan hier zetten? Nou, die zullen we daar eens neerzetten. Lijkt net of een soort, onzichtbare vriend. Het is een soort pony, zeg maar, weet je, die half is afgeknipt. Deze dametjes gaan lekker slapen met z'n tweeën. 7:10, dus heerlijk, lekker op tijd op bed. En Ramos en ik, die gaan zo meteen naar boven. En wij gaan stiekem een tekening maken voor Esther's verjaardag. Hebben we nog niet gedaan, moeten we nu nog doen. Top, maar dan hebben we in ieder geval mogen tekening. Oh my god, knippen! Ja, goed zo. Niet alles afknippen, hè? Anders heeft hij daar geen tekening mee. Ondertussen hoor ik dat de boodschappen bezorgd worden. En ik wilde jullie eigenlijk laten zien wat we allemaal hadden gekocht. Maar dat gaat dus nu niet. En het koken is ook een beetje, want ik laat natuurlijk altijd heel vaak zien wat we allemaal koken. En hoe ik dat maak, et cetera. Alleen... Ja, de meisjes die zijn echt zo erg aan het huilen. Ja, tussen 5 en 6 ongeveer. Dat het met koken echt één grote chaos is. En ja, vloggen dat gaat gewoon echt niet. Dus vandaar dat jullie af en toe gewoon wat minder zien qua mijn kokenkunsten. Ik denk dat ik hem alvast ga inschrijven voor de kunstschool. Ik kan er niet vroeg genoeg bij zijn. Zo'n talent, kind, daar moet je gewoon iets mee doen. Toch, jongen? Wil je allemaal losse stukjes geven aan papa? Ja. Oké. Het is een jarig. Hoera, hoera, dat kun je wel zien, dat is. Doe maar in de. Papa, het is vandaag vrijdag, 27 maart. Het is jarig. Die is vandaag 31 jaar geworden. Yay. En we gaan het, in alle rust gaan wij het vieren vandaag. We gaan nu eerst beginnen met lekker een cake maken. Want ik had eigenlijk een taartbakmix besteld, maar die was niet geleverd. Dus een heel klein stukje, want anders dan hebben we niet genoeg voor de taart. Hè? Dus nu gaan we gewoon kijken of we een taartje maken met hetgeen wat we in huis hebben. En het wordt een, wordt het een carrot banaan cake of zo.
Hoe is het? Wij gaan even buiten zitten. Charlie en ik, zodat ze een beetje frisse lucht krijgt. En ik heb nog geen zonnehoedjes. Dus ik heb lekker de pet van Ramos opgezet. Zo. En dan komt deze dame tenminste nog even buiten. Even in het zonnetje. Ja. Even in het zonnetje. Heerlijk. Met je pet. Ik moet even zonnehoedjes gaan bestellen. Is wel leuk om te doen even. Hè? Zo lekker dit. Ik hoop echt, echt dat het gewoon zo blijft. Maar volgens mij wordt het wat minder qua weer. Maar dit is wel echt een cadeautje. Dat maakt het net allemaal even een stukje fijner. Het binnenblijven. Ik heb te veel... Hij is een beetje mislukt, jongens. Dus waarom? Kijk uit. Kijk uit, hoor. Wat is er? Ik heb het te veel... Ik dacht, ik had niet zoveel amandel. Oh, ja. Ik had meer amandelmeel moeten gebruiken. Hij is niet lekker, nee. Hij is... En de korst is wel krokant. Hij was ook heel lekker geweest als hij was gelukt. Maar de korst is wel lekker, hoor. Kijk er maar zo op. Binnenkant niet. Nou, dit is ons feestmaal. Dit is de dag voor vandaag. Goed geregeld, Pim. Ja. Het is echt letterlijk een chaos gewoon. Gelukkig hebben we nog een salade in elkaar kunnen flansen. Een paar oude boterhammen die er al een paar dagen liggen. Kunnen we gaan eten. Dus dat kunnen we dan ook maar doen. Oh. Ik heb de hele dag de neiging om als een soort van slons erbij te lopen ofzo. Daar heb ik de hele tijd zin in. En dan denk ik, nee, je moet je gewoon aankleden. Gewoon een make-upje opdoen en dan... is dat veel beter, maar ik heb gewoon zin om de hele dag in pyjama te lopen. Dus ik ga hem zo aandoen. Wat ga je doen, jongen? Naar buiten, meenemen. Naar buiten? Ja, iets. Wat iets? Ja, iets. Je kan je water pakken. En na een half uur ticketje te hebben gespeeld, hebben we nu een ander leuk spel verzonnen voor in de tuin. Slalommen. Dit is het parcours en hier gaan we tussendoor kijken, slalommen. Kijk hoe leuk. Goed zo! Yay, nu ben ik! Vinden jullie het nog leuk, jongens, deze Kimberly? Oh, sorry. Aka, huismoeder. Ja, let me know of je dit leuk vindt om te zien. Oh ja, deze moet ik nog doen. Ja, niet dat het anders is, maar dan weet ik dat in ieder geval. Oké, we gaan zoeken. We hebben hier een meisje die de hele tijd stiekem naar buiten gaat. Charlie. Onkruidplukker. Ja, Charlie de onkruidplukker. En jij? Ga je ook een poging wagen? Jullie moeder houdt te wachten. Jullie kunnen er niet door, hè? Ik volg de barricade. Jullie kunnen er niet door. Oh jongens, het is echt gekke huis hier. En ik denk dat dat bij jullie allemaal thuis zo is. Maar ik moet er toch even mijn hart luchten of zo. Echt inmiddels week 3 bijna. In quarantaine met z'n allen. En ik moet zeggen dat de gemoederen soms hoog oplopen. Pff. Echt, weet je, het is sowieso natuurlijk... Echt wel een drukte met een tweeling en een peuter. En normaal gesproken dan hebben we nog een aantal werkdagen waarop ze dan gewoon heel eventjes naar de oppas, het kinderdagverblijf of de oppas zijn. En dan kun je een soort van heel even ontstressen en ontladen. Maar nu zit je gewoon echt bijna continu op elkaars lip. Waardoor het soms op dit moment toch best wel heftig is. En dan vind ik het heel lekker om heel even op zolder de was op te vouwen. Even niks aan mijn hoofd en even stil. Dus ik weet niet of jullie dat ook hebben. Ongetwijfeld wel. Namens heeft een kussensloop gemaakt van de week. Echt heel erg leuk. Die hadden we opgestuurd gekregen. Happy Pillow heet het. En je kan daar mee stiften. Of op stiften. En dan kun je eronder gaan slapen. Echt helemaal leuk. We hebben inmiddels gegeten. We hebben gedoucht. En we hebben een feestbed gemaakt. Want Ramos die gaat hier gezellig bij ons logeren op de kamer. Woe! Dus nu gaan we nog even springen op bed. Verhaaltjes lezen. Deze twee dames in hun eigen bed leggen. En dan hebben Ed en ik avond. Oh. Daar staan we nou. Met de hand. Oeh, ik ben er moe van. Je moet er ook mee.
Nog een keer. Oké. Zo. Papa gaat voor hier als badmeester. Badmeester? Hoezo? Moet ik gaan zwemmen dan? Trouwens een leuk idee. Ik loop even naar binnen, want anders zien jullie mij niet in de zon. Maar wat misschien wel leuk is, is om weer een leuk cadeautje weg te geven. Want dat doe ik al vaker in de vlogs. Dus bedacht ik me, als je het leuk vindt, dan kun je kans maken op een jaar lidmaatschap bij Noem voor Mama. Kun je net als ik gezellig sporten. Thuis, zonder materialen, heel fijn in je eigen omgeving. Wat je ervoor moet doen is even een reactie achterlaten hieronder dat je wilt winnen. En even een fotootje maken van de vlog of wat dan ook in je stories op Instagram. En dan mij taggen en dan laat ik de volgende vlog weten wie de winnaar is. Nu zijn we bezig met het avondeten. Het is pas 3 uur. Maar Ed die heeft in zijn hoofd gekregen dat het leuk is om te gaan barbecuen. En omdat nu de zon schijnt en het om 5:30 natuurlijk heel te koud is, doen we het gewoon nu alvast. Ook met Charlie zitten we in de grondbox. Dat is best wel chill. En ik ga even laten zien hoe lekker Ed eten aan het maken is. Lukt het? Ja, zeker. Ik wil heel graag de eerste Nederlander zijn die in maart ging barbecuen. Dat is niet gelukt, want ik kreeg ook van de week al in de buurt al barbecue. Ze liggen erin hoor, jongens. En deze prachtige barbecue met die hele mooie kleur die Ed over zou verven, maar nog steeds niet gedaan heeft. Het ziet er niet uit, maar het gaat wel lekker worden. Even een polletje anders, durf je ze eronder achterlaten of het wel. Ik vind het wel mooi. De Ibiza blauwe kleur. Ja? Ja. Nou, geen Ibiza voor ons dit jaar, hè? Nee, maar ik kan er wel wat aan doen. Dan maak je er gewoon witte stippen op als je het niet mooi vindt. Ja, jongens, om meteen maar even terug te komen op het verhaal van Ibiza. Jullie weten dat nog helemaal niet. Was ook nog niet heel relevant om te vertellen. Maar ja, het is echt super balen. Ed en ik die zouden, as we speak, waarschijnlijk nu bijna onze koffers aan het pakken zijn. Omdat we over een paar weken voor 2 maanden naar Ibiza zouden gaan. Wij hebben dat geboekt toen Bob en Charlie uit het ziekenhuis kwamen vorig jaar. Omdat we dachten van we willen gewoon heel graag een keertje een langere periode weg met ons gezin. En we gaan altijd heel graag naar Ibiza. Dus we hadden een appartement geboekt voor mei en juni. En we zouden daar 2 maanden naartoe gaan. Tickets zijn geboekt. Alles was al geregeld. Ook qua werk, et cetera. Alleen, ja, dat gaat natuurlijk nu niet door, door het coronavirus. Laten we vooropstellen dat het natuurlijk belangrijker is dat je gezond bent en gezond blijft. Maar ja, het is voor ons natuurlijk wel super balen dat we niet kunnen gaan. En we hadden er zo lang naar uitgekeken. Vorig jaar natuurlijk heel lang in het ziekenhuis geweest in de zomer. En nu dachten we van oké, deze zomer gaan we gewoon genieten ja, in het buitenland met ons gezin. Maar dat mag ja, voor nu niet zo zijn. Hopelijk komt er ja, ooit nog een keer een andere periode waarop het wel kan. Maar ik dacht, ik ga het ook met jullie delen, want ja, dus dat is gewoon, dat is het gewoon, ja. Nou, de eerste hamburgers zijn een feit hoor, jongens. Deze ook? Geen uitgebreide barbecue, maar gewoon lekker chill, lekker simpel. Welk liedje wil je horen? Het is vandaag zondag en het is inmiddels alweer bijna 12 uur. De klok is verzet. Ik wil alleen voor mij eten maken. En
Ed en ik die zijn in de keuken, we zijn eten aan het maken. Ik maak appel en peer voor Bobby en Charlie. En Ed die gaat voor ons lunch maken. En we gaan even het soepje opwarmen, denk ik. Het is hier wel gezellig. Ramos die staat in de keuken te kijken wat er allemaal gaat gebeuren. Hier ligt één dametje en daar ligt een ander dametje. En ze hebben alle speelgoedje of alle knuffels naar beneden gehaald. Dus het ziet er helemaal gezellig uit. Wij hebben vandaag in principe een poetsdag gepland. Daar hebben we allebei helemaal geen zin in. En eigenlijk is de dag elke keer zo snel om met alles wat we allemaal doen en moeten doen. Maar nu hebben we gewoon besloten dat het vanmiddag moet gebeuren. Dus we gaan eten, dan moeten we even foto's maken voor campagne en vanmiddag gaan we poetsen. Toch Ed? We gaan even taakverdeling maken wie wat moet doen. Hoe doen jullie het met poetsen thuis? Doet de man bijvoorbeeld het een en jij het ander? Of doen jullie normaal samen of normaal alleen? Let me know. Wij hebben normaal natuurlijk altijd een schoonmaakster die nu dus niet komt. Dus normaal gesproken doen we alleen de basisdingen. De stofzuigen, dweilen, opruimen, wassen, etc. En nu doen we gewoon alles. Wat oké is in principe, maar ja, wel gewoon veel werk met het gezin. Voor Rabas lekker een feestbordje gemaakt. Er komt zo meteen nog een stukje brood bij hoor. Maar misschien wel een tip voor je. Voor op het moment dat jouw kinderen echt alleen maar zoet willen. Is feestboterhammetjes maken. Waardoor je eigenlijk maar kleine porties hebt van het zoete. En kleine porties van het andere. Dan krijg je een gevarieerd bordje. En dan zijn ze toch blij. Want dan ziet het er gewoon heel gezellig en feestelijk uit. Nou, ziet dit er lekker uit of niet? Het is echt helemaal een gezellige lunch. Bob en Charlie hebben boterhammen. We hebben soep van gisteren nog. En dit is een couscoussalade, heeft Ed net gemaakt. En een stuk in een paprika. Dus nou, wij gaan lekker lunchen. Zo, hallo dames. Zijn jullie wakker geworden? Bob en Charlie zijn weer wakker van hun middagdutje. Hi, snoesjes. Hey snoesies. Hoi. Hoe is het? Lekker geslapen? Wij hebben even geknutseld met z'n drieën, Ramos. Ja, ik pak jou, kom maar. We hebben even geknutseld, Ramos, Ed en ik. Niet gefilmd, dat vond ik een beetje jammer van het moment. En nu ga ik deze meisje mee naar beneden nemen. We gaan een fruithapje eten, peertje en een appeltje. Ja, je hebt lekker liggen brullen, zo te zien. Ruikt altijd zo lekker. Hallo, hallo, daar ben ik weer. Het is inmiddels echt einde van de middag. 4 uur en we hebben vanmiddag wat geknutseld met Ramos. En nu ga ik de meisje een hapje geven. Ramos en Ed zijn heel even naar kantoor, want Ed gaat sporten. En Ramos die gaat even gezellig mee, zodat hij ook even eruit is. Ik moet zeggen dat ik het wel ietsje lastiger vind om te... Oh ja, ik ga jou eerst een hapje geven. Ja. Ik ben trouwens wel echt super benieuwd hoe het bij jullie allemaal gaat thuis. Hier merk ik wel dat het, ja, dat het de tijd vordert en dat het wel moeilijker wordt om elkaar te vermaken en niet elkaar op de huid te zitten. Wat logisch is natuurlijk, maar ik ben gewoon benieuwd hoe dat bij jullie gaat. Hebben jullie routines of niet? Of zijn jullie allemaal chill? Ja. Deze dame die is zo... Ja. Het gaat niet snel genoeg, hè? Nee. Je had geen tweeling moeten worden. Nee, daar heb je geen geduld voor. Ja. Wacht, ik laat even reactie achter hoe het bij jullie gaat. Deze twee hebben dus de hele tijd al lol met tikken op dit ding. En dan gaan ze allebei lachen. Het is toch te schattig, hè? Leuk, hè, prullenbak? Ondertussen eten maken en van mezelf balen dat ik alweer niet heb schoongemaakt. Echt. Ik leg gewoon niet genoeg prioriteit erbij, want het is gewoon niet dat het niet kan. Maar ja, ik kies dan gewoon toch weer andere dingen. Dan ga ik weer lekker koken of dan gaat Ed lekker sporten. En natuurlijk wel de was en zo allemaal gedaan. Ja, de basisdingen, maar echt schoonmaken. Niet gedaan. Weer irritant, want nu is dadelijk de zondag voorbij en is het weekend ook weer voorbij. En het gaat echt niet minder druk worden in de aankomende dagen. Dan moeten we gewoon werken en heb ik gewoon allerlei dingen op de planning staan. Dus, oh, ik haat mezelf van dit soort dingen. Het eten is weer klaar. Zo, het zijn wraps met allemaal verschillende soorten groenten.
En een beetje hummus erop. En ketchup erdoorheen. En gehakt zit erbij. En dat vinden wij allemaal heel erg lekker. Dit is voor Ramos. En dit is voor ons. Heerlijk. En Bobby en Charlie, die krijgen dit prakkie. Zo, dat was het weer voor deze week. Dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat je de volgende week erbij bent. Dikke kus van mij voor jullie. En ik hoop dat alles goed gaat met jullie. En we zien elkaar volgende week weer. Doei. I will.